Let's move! We wandelen in het rond. Wat een mooie dag. Na deze lange wandeling door het park is het tijd om wat uit te rusten. Ga maar zitten met je voeten plat op de grond. Och, wat is het toch fijn om buiten te zijn. Maar wat hoor ik daar? Het geluid kwam precies van achter mij. Luc, was jij dat? Of waarom en William? Was jij dat misschien? Niets gezien. Ik kan niet ver genoeg achter me kijken. Om heel ver te kunnen kijken over mijn schouder ga ik twisten. Let goed op, want dan leer ik jullie hoe dat moet. Breng je armen omhoog, draai naar achter en laat je armen zakken over je stoel. Ja, nu kan ik heel ver kijken. Maak een mooie rechte rug. Vreemd. Niets te zien. We keren zachtjes terug. Voor alle zekerheid kijk ik nog even naar de andere kant. Armen hoog, twist naar achteren, armen laag en goed kijken. Niets te zien. Keer maar langzaam weer terug. Aha, misschien was het die mooie duif daar. Ik vind een duif altijd heel fier. Weten jullie waarom ik dat denk? Een duif loopt altijd met zijn borst vooruit. Maak je maar eens fier. Zit mooi rechtop en borst vooruit. Leg je enkel boven op je andere been. Misschien kun je nu ook naar voren buigen en graantjes meepikken. Zo. En terug rechtop. Wissel van been. Leg je andere enkel op je andere been. Mooi rechtop. Borst vooruit, vier als een duif. We gaan heel zachtjes naar voren, maar niet te ver. Want anders worden we een kromme duif. Rug recht. Maar nu weet ik het. Het geluid kwam helemaal niet van de duif, maar wel van bij de zorgzame mama die voor haar babytje zorgt. Wiegen, dat kan ik ook. Kijk en doe maar mee. Onze voeten staan plat op de grond. We nemen ons been vast aan de enkel en de knie. We zitten mooi rechtop en kunnen onze baby wiegen. Heel zachtjes heen en weer. Zet je voet terug plat op de grond en neem ons andere been bij de enkel en bij de knie. En we gaan zachtjes heen en weer wiegen. Ik zou een goede, zorgzame vader kunnen zijn.